allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige rechte. Het is zaterdag vandaag en ik heb vandaag echt helemaal niks gedaan. Ik heb vooral vanmiddag heel veel liggen slapen. Ik was echt best wel back-off, best wel moe. Dus ik heb vanmiddag lekker even geslapen, een paar uurtjes. Ik was het helemaal zat. En daarom begin nu pas in de avond pas de vlog van vandaag. Nou, ik heb vannacht natuurlijk ook geslapen. En ik heb een beetje volgens mij verkeerd gelegen. Want ik heb... ik sterf van de pijn in mijn rug, zeg. Verschrikkelijk. Ik heb al de hele dag last van mijn rug. En dat is niet best. Dus vandaag. Ik ga dadelijk eventjes een hapje eten. En dan kijk ik wel wat ik vanavond ga doen. Ik wou vanavond eigenlijk even voetballen nog gaan kijken. Ik weet niet of ik een livestream op ga nemen. Dat weet ik nog niet. Dan moet ik even kijken wat ik doe. Want ik ben weer heel even Grand Theft Auto zat. Want ik heb al bijna vier dagen achter elkaar zitten livestreamen. Of de hele week eigenlijk al. Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Misschien ga ik wel weer Planet Coaster doen. Of Metro Simulator. Moet ik nog even kijken wat ik ga doen. We zien het vanzelf wel wat de avond ons gaat brengen. Nou, de poesjes liggen lekker te slapen. En ik moest ze nog even eten geven. Ik geef ze nog even wat nieuwe drinken. Moet ik ze nog even geven. En ik zit nog even op YouTube naar de berenjacht te kijken van Quincy en Kev Rijts. Dus dat is ook wel leuk. En voor de rest heb ik ook nog een filmpje van Kevin. Van Abnormaal. Waarin die naar het Dolfinarium of zo was geweest. Nou ja, in ieder geval, dan ga ik dadelijk nog even kijken naar Filippi. Want dat wil ik ook nog wel even zien. Maar ik ga het zo eerst eventjes er vandoor. Ik ga even hapje eten. Ik ga eerst even hapje eten zo. En dan kan ik dadelijk vanavond ook nog eventjes die andere filmpjes even terugkijken. Ik zit dus naar Quincy en Kev Rijts te kijken, naar Kevin de Jager. En misschien wel een leuk idee ook voor Kevin en Joost en mij om een keer een berenjacht te doen. Lijkt me best wel grappig. Moeten we alleen nog eigenlijk één extra iemand hebben, want ja, dan zijn we met z'n drieën en dan is het 2-1. Dus dan zouden we eigenlijk nog een derde persoon moeten hebben. Misschien Ramon of zo zat ik al te denken. We zien het vanzelf wel allemaal. Maar dat is misschien ook wel een leuk idee om dat te doen. Nou, ik ga even verder. Ik ga even hangen. Ik ga even eten. Boterham eten. Ik ga even eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben inmiddels weer terug en ik heb even lekker gegeten, lekker broodje rookworst op. En het is donker, ik heb het licht niet aangedaan. Dus even lekker broodje gegeten, lekker bij moeders. En wat ik morgen ga doen, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik had eigenlijk het idee om een berenjacht te organiseren. Of een berenvlucht of berenjacht. Maar ik heb nog geen antwoord gehad, dus ik moet nog even wachten op de jongens, dat ik wat hoor. Ik ga eventjes nog even bij mijn buurman kijken. Daar ben ik al een tijdje niet meer geweest, dus ga ik even op visite. Het is alweer lang geleden dat ik daar geweest ben. Dus daar ga ik even naartoe en dan kijk ik wel wat ik de rest van de avond doe. Het was nog een livestream van de Vinstel, zag ik. En ik zag dat ik een hele hoop video's, dat er weer een hele hoop video's zijn binnengekomen. En daar heb ik nog niks van gezien, dus misschien ga ik vanavond ook wel een beetje videofilmpjes kijken. Want ik heb een hele hoop gemist. Kevin die had er nog eentje. En er waren nog een paar anderen, die hadden ook nog een paar leuke video's die ik even terug wou kijken. Dus dat ga ik zo eens even doen, op mijn gemakkie. Batterijtje moet binnenkort ook weer opgeladen worden, zie ik. Want hij begint alweer aardig leeg te raken, de accu. Maar ik doe er best wel lang mee. Maar ik, zoals ik al in de vorige vlog had gezegd, van ik wil toch eens kijken of ik nog wat extra accupacks kan kopen. Is toch makkelijk om te wisselen. En dat je dan gewoon, altijd een accupack hebt die opgeladen is.
En dan is dat wel een stuk makkelijker. Dus daar ga ik ook binnenkort eens even naar kijken. Maar ja, het kost weer geld, dus ik moet nog heel even wachten. En ik moet even kijken, want ik moet natuurlijk ook weer over 2 weken mijn auto moet ik weer een ding aan betalen. Want ik had dus problemen met de deurklink. Autootje is inmiddels weer terug, maar ik moet over 2 weken terugkomen en er moet weer een nieuwe klink in. Want van de buitenkant kan ik hem niet meer open doen. Dat is achter de passagiers, of achter de bestuurderskant. En dat gaat ook weer geld kosten. En dan moet weer overgespoten worden. En ik moet 2 weken wachten, want het is niet hier in Nederland op voorraad. Het moet weer helemaal uit Duitsland komen. Dus allemaal gedoe allemaal. Dus dat kost ook weer geld. Dus ik moet even kijken hoe het einde van de maand, hoe het met mijn geld zit en hoe het moet. Oh, ik loop hier veel te veel, anders gaat Rob Aerts en Ricardo weer zeuren. Je loopt te veel, blijf nou weer stilstaan, zenuwpees. Dus vandaag, dus ik ga eventjes weer even verder. Ik ga nog even bij mijn buurman kijken en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 10:30. En ik ben even lekker even op visite geweest bij de buurman. Lekker wat gegeten. En ik zat op een gegeven moment, kreeg ik een melding van Kevin. Van joh, je moet eens even op Twitter kijken, op je Twitter-account. Want je Twitter-account die explodeert. Ik denk, hè, explodeert? Wat is er nou weer aan de hand? Maar er was een ruzie tussen Rob en Villa Quinza, waar ik dus bij getagd was, omdat ik het grapje maakte van de boot. En er was een hele rel van ontstaan. Dus ik zei van, jongens, ik bemoei me hier niet mee. Ik hoor er niet bij. En toen reageerde Kevin van, ja, maar je wordt toch niet... Ik zei, nou ja, mijn naam staat vermeld, dus hoe zit dat precies? Dus, maar ja, alles is gewoon volgens mij weer goed verder. Dus we gaan gewoon weer verder. Maar dat was wel eventjes, ik denk van, wat gaat er nou allemaal gebeuren? Wat is hier aan de hand? Maar ja, dat is wel eens Twitter, hè. Twitter die gaat af en toe wel eens, zo werkt Twitter nou eenmaal. Dat zei Kevin ook al tegen mij. That's hoe zeg je dat? That's how Twitter works. Dus vandaag. Nou ja, het is even weer een heel klein vlogje. Ik heb echt niet veel te melden. Ik ben even op visite geweest. En voor de rest een beetje filmpjes kijken. Een beetje lekker uitrusten. Daar is het weekend voor. Morgen wil ik eigenlijk nog even een buitenvlog opnemen. Dus dat ga ik morgen even doen. Ik moet morgen ook nog even boodschappen halen. Want ik heb geen genoeg cola meer in huis. Dus ik ga morgen nog even naar de winkel toe. En ik ga mijn waterornament even opbergen. Want het waterornament die moet nu echt naar binnen toe. Want het gaat vriezen. En als het gaat vriezen, dan moet ik hem echt leeg en opgeborgen hebben. Want dan kan dus het water bevriezen wat erin zit. En dan gaat hij kapot. Dus dat moet echt even gedaan worden. Moet ik echt even opruimen. Netjes allemaal. En dan... kan die voor de winterperiode kan die erin. Zodat ik hem volgend jaar zomers weer kan gebruiken. Want anders vriest die kapot. En dan heb ik er niks meer aan. Het is me al een keer overkomen. Met de vorige die ik had. Dus dat moet ik wel even doen. Even de boel opruimen. En dan kan ik hem volgend jaar kan ik hem weer naar buiten zetten. Ik ga het, ook de boel nog even versieren binnenkort voor de kerst. Of als kerstverlichting wil ik erop gaan hangen. En ik wil eigenlijk aan de buitenkant wil ik eigenlijk ook nog kerstverlichting hebben. Dat is wel leuk. En dat wil ik dus ook nog gaan doen. Dus er zijn nog zat leuke dingen om te gaan doen. Ik heb verder niet zoveel te melden meer. Ik ga er nog eventjes computeren. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Gaan we dadelijk weer, ga ik de afsluiting doen. Ik spreek jullie dadelijk. En als er nog wat gebeurd is of als ik nog wat te melden heb, dan horen jullie dat dadelijk. Tot zo. Zo, en het is al bijna bij 2 en ik
Ik ga naar mijn bed toe. Ik ben zat voor vandaag. De batterij is ook bijna leeg, zie ik. Dus ik ga hem dadelijk gelijk maar even in de oplader gooien. De batterij is echt helemaal leeg. Ja, dat moet ook wel eens gebeuren, hè. Even af en toe even de batterij opladen. Net nog even oude Philippies, oude vlogs van mij zitten kijken. Jeetje, wat is het veranderd, zeg. Ja, en al die tijd dat ik eigenlijk ben begonnen en zoals het nu gaat, ja, is er wel toch wel weer een hoop veranderd. Sommige dingen veranderen niet, maar ja, het is nou wel allemaal anders geworden. Ik, ik moet eigenlijk even uitrekken. Ja, niet meer zo in het begin nog wel een beetje van, ja, hoe moet ik dat zeggen? En een beetje zenuwachtig en zo. En nou is het toch allemaal wat professioneler. En ik heb zelfs nog stukjes gezien zonder intro. Het waren de eerste 3-4 afleveringen of zo. Daarna toen ging ik, kwam er een introotje bij en zo. En een outrootje. En in het begin was de intro en de outro hetzelfde. Later kwam er een intro, bleef hetzelfde en toen kwam er weer een andere outro en nu is het inmiddels weer anders. Binnenkort gaat de outro weer veranderen. Ja, ja, ik ga de outro weer veranderen. Ik heb hem pas geleden veranderd, natuurlijk met een plaatje. Maar ik vind het niet mooi, want een plaatje dat staat er op een gegeven moment op en dan later pas komt zeg maar de twee video's, de volgende en de vorige. En ik dacht dat dat gewoon zo instelbaar was, dat je dat gewoon kon doen. Maar dat blijkt alleen de laatste 20 seconden. Dus dan moet ik nog even veranderen. En dan, zie je dus een hele tijd zie je twee lege balkjes. En dat wil ik weg hebben eigenlijk. Dat vind ik niet zo mooi. Dus dan ga ik veranderen. Ik ga alvast even de gordijn uit. Even alvast dichtgooien. Zo. Want ik ga het lekker slapen. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ja, nog even over die outro. Ja, wat het gaat worden, dat zien jullie allemaal nog wel. Moet nog even voor kijken, want ik moet er nog wat anders voor doen. Wat kan ik niet zeggen natuurlijk, want dat is de verrassing weg. Maar ja, komt een hele mooie nieuwe outro, komt er. Ik ben helemaal tevreden over de intro, alleen de outro vind ik nog niet echt mooi. Dus dat ga ik nog even veranderen. Ik moet even de kogel even uitzetten. Zo, waar staat die knop nou ergens, joh? Waar zit die knop nou? Oh, hier. Oh. Ik ben echt heel die knop, die ben ik. Ik was heel die kachelknoppen was ik pleiten. Zo. Nou, gordijntjes gaan dicht. Zo. Hoppa. Zo. We hebben nog een klein rode. Dan moet ik nog pissen als een beer ook. Dat ga ik ook zo nog eens even doen. En dan ga ik zo lekker mijn bedje in. Ik vind het wel weer welletjes voor vandaag. Ja, het was een lekker rustig dagje eventjes. Morgen wil ik wel een buitenvlog op gaan nemen, maar dan moet ik nog even kijken hoe ik dat moet doen. Dus dan zien jullie dat allemaal wel. Nou, dit was in ieder geval de vlog voor vandaag. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Druk even op dat belletje abonneren. Dan word je op de hoogte gehouden van als er weer een nieuwe video is of als er een livestream is, word je gelijk automatisch op de hoogte gehouden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal. De groetjes allemaal en skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf! Oh.